We gaan hier het verhaal vertellen van Nijmegen. Nijmegen, oudste stad in Nederland. Ulpia, Novioma, Gus Batavodorum. Voordat de Romeinen hier waren, woonden hier ook al de Bataven. Het is belangrijk om eens even te kijken naar waar zijn wij eigenlijk. Dat vergeten vaak mensen. Die rennen naar een museum en gaan meteen allerlei objecten en schilderijen bekijken. Maar waar ben je eigenlijk, geografisch? Hè? Nou, dit is voor Nederland een uniek landschap. Je hebt de stuwwallen, die heb je Arnhem ook wel, hè, maar goed hier, de stuwwallen, hoog en droog sta je hier. De Romeinen kwamen ook uit het zuiden naar deze streken en hebben geprobeerd dit gebied te beschaven, te veroveren. En uiteindelijk wilden ze veel verder nog naar dat gebied daar, wat ze Germania noemden. Duitsland, hè, wat nu Duitsland is. We liggen hier ook op, wat zal het zijn, de 3 kilometer van de Duitse grens. En dit gebied is ook gewoon historisch, natuurlijk, een mooi gebied. Vele wandelaars maken daar gebruik van, nu ook de Waal, de rivier. Hè, de meanderende Waal, de stromende Waal, die ook terug te vinden is in het plafond van het museum overigens. En die maakt dit landschap tot een uniek landschap. Tussen de stuwwal hier en de stuwwal bij Arnhem zit 20 kilometer vlak gebied, de Rijn en de Waal. De grootste rivieren in Europa stromen hier door dit gebied. Toen de Romeinen eenmaal besloten hadden van, het is niet helemaal goed mogelijk om die Germanen eronder te krijgen, om het Romeinse Rijk helemaal uit te breiden tot aan de Elbe, dat wilden ze eigenlijk. En als historicus vind ik dat wel interessant, want de Elbe is heel lang de grensrivier geweest tussen Oost-Duitsland en West-Duitsland, het kapitalisme en het communisme. Dus het komt later in de geschiedenis eigenlijk nog terug. Maar dat is niet gelukt en toen werd deze plek heel belangrijk. Ze hadden hier een voorlopig heel groot militair kamp gemaakt, in samenwerking een beetje met die kleine Bataafse nederzetting die hier was. En toen werd dit een permanente vestiging. Ze hebben gedacht, we blijven hier. 4 eeuwen hebben hier duizenden Romeinen gewoond, samen met de Bataven en nog andere mensen natuurlijk, andere volkeren. En er zijn ook heel veel mensen gestorven. En waarom is dat speciaal? In die tijd, als ze iemand begroeven, gaven ze allemaal items mee, objecten, voorwerpen, geld, speren, mooi glas enzovoort. Nou, dat is hier natuurlijk in het museum te zien. Ontzettend veel mooie, aparte dingen. Die vertellen ons veel over het leven van de Romeinen. Naast hun schrijvers natuurlijk. En zo komen we tot het verhaal van Romeins Nijmegen. En daar ga ik nu naar vitrines toe, naar voorwerpen toe. En die ga ik jullie laten zien. Dit is de eerste vitrine waar we nu eens even samen naar gaan kijken. Het is een graf van een eenvoudige Romeinse soldaat. Ja, een graf, daar hebben we eerst nog wel even over getwijfeld, want er zitten maar 3 dingen in. En meestal gaven ze veel en veel meer voorwerpen in een graf mee. Een soldaat, ja, waar zie je dat aan? Aan 2 dingen, aan deze helm en aan die gekke knop die je hier ziet, die ronde knop. Dat is een umbo en een umbo, dat is een schildknop. Het schild is van hout en leer, dat is natuurlijk vergaan. Maar die ijzeren knop, die is overgehouden. En heel veel mensen denken dat dat voor versiering is. Weet je wel, prachtige schilden. Je hebt de vikingen ook en zo. Met die mooie knoppen erop. Dat is niet waar. Aan de achterkant zit een handvat waar je hand het schild vasthoudt. En de knop die beschermt dus eigenlijk jouw vuist, jouw hand. Dan het 3e voorwerp. Dat zie je hier beneden in de vitrine liggen. Dat is niet van ijzer, dat is van brons. Het is een soort haak, lijkt het wel. Maar wat het is een strigilis. En dat is een schraap. Lepel. En die lepels die werden gebruikt in de termen, in de badhuizen. He, dan werd de olie met je vieze zweet en je vuil van je lichaam, werd er gewoon zo afgeschraapt. Zoals dat vaak, bijvoorbeeld in Turkse badhuizen, ook nog steeds het geval is. En dat is een merkwaardige combinatie. Het is ook een graf, niet uit een groot grafveld gevonden, maar eigenlijk net achter de muur van het grote Romeinse kamp, wat hier op de stuwwal lag. En heel vroeg ook. Vroeg noemen wij, zeg maar, heel lang geleden. Nou, 10 voor Christus ongeveer. Dus zo'n 2030 jaar geleden is deze Romeinse soldaat waarschijnlijk in de oorlog omgekomen. Of door een sluipaanval van tegenstanders. We zouden tegenwoordig zeggen terroristen. Is deze soldaat omgekomen en snel begraven. Met maar 3 voorwerpen. Toch een luxe strigilis van brons waarmee hij dus aantoonde dat het zijn eigen bezit was, zodat hij met zijn eigen strigilis naar het badhuis kon. Want meestal was het zo, had je geen strigilis nodig, ja? Want het badhuis had die dingen ook altijd. Nog 1 ding, moeten we even samen naar kijken. De rand hieronder aan de helm,
Dat zijn wangkleppen, hè? Maar deze rand, daar zit een grote deuk in. En die deuk, ja, die is misschien wel, die laat misschien wel zien waaraan een soldaat is doodgegaan. Die helmen zaten vrij strak op het hoofd. Want anders met een wiebelende helm rondlopen, dat werkt niet goed. En dus die vrij strak. En hier zit een enorme deuk. Wat mensen vaak daarbij vragen, leerlingen, vaak vragen ook, meneer, wat is dat, die dikke rand hierboven op die helm? Is dat een zonneklep, een petje, hè? Of tegen de regen? In Nederland regent het natuurlijk nogal vaak, veel vaker dan in Zuid-Europa, in Italië. Nee, dat is een beschermende richel eigenlijk tegen zwaardslagen. Hè? Als hier een zwaard, hè, bijvoorbeeld zoiets, hè, een klein zwaardje natuurlijk, maar als dat er bovenop slaat, ja, dan ketst het zwaard af en raakt hem niet. Maar wij stellen ons altijd zo voor dat de tegenstander van deze soldaat zijn zwaard niet zo gehouden heeft, maar zo. En dat hij heel hard hier heeft rondgeslagen, waardoor een enorme deuk in de helm zit, maar ook in het hoofd van de soldaat. Dat is waarschijnlijk zijn doodsoorzaak. We weten het natuurlijk niet zeker. Dat is altijd met geschiedenis en archeologie. Ja, hier zijn we dan bij de tweede vitrine. Een hele speciale vitrine. Daarvan is er maar eentje in Europa. Die noemen wij namelijk de barbecue vitrine. En wat is dat dan? Ja, het is eigenlijk allemaal kapot aardewerk. Dan zou je kunnen zeggen, ja, is dat nou interessant? Kapot aardewerk. Dat is ook weer iets wat heel veel mensen zeggen. Die domme archeologen die zijn alleen maar scherven aan het opgraven en zo. Nou, je zal zien dat veel van de kapotte scherven, kapotte potten en de dingen die hier in die vitrine liggen, die vertellen een hartstikke mooi verhaal. We gaan eens samen kijken. Wat is er allemaal in die vitrine te zien? Eerst ga ik je eens even wijzen op die bekers. Dat zijn allemaal drinkbekers namelijk. Er zijn er eigenlijk best wel veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En een elfde. En die is van het prachtige, dunne, glimmende, glanzende, rode aardewerk gemaakt. Nou, moet je van mij maar even aannemen. Voor de hoeveelheid scherven bij elkaar is 11 drinkbekers heel veel. En wat dronken ze daar dan in? Geen water, ook geen bier, maar wijn. Dat is ook wat veel mensen zich niet realiseren, dat de Romeinen brachten veel dingen mee, waaronder wijn. Olijven, olijfolie, allerlei lekkere dingen om te eten. En hier zie je dat 11 drinkbekers. We zien aan deze kant hier, helemaal onderin, olielampjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olielampjes. Dat is ook veel voor de hoeveelheid aardewerk. Dus 11 drinkbekers. 7 olielampjes. Dan zien wij veel van dat rode servies. Bordjes, schalen, kommetjes en die al eerder genoemde prachtig dunne mooie drinkbekken. Nou, dat rode servies is het luxe aardewerk van de Romeinen. Terra sigillata noemden ze dat. Gestempelde of gezegelde aarde. Het is hetzelfde als het Wedgwood servies bij ons. Zo duur, hè? Je oma heeft misschien zo een paar van die hele dure theekopjes die er alleen maar speciale gelegenheid komen die eruit. Ja, nou, vergelijkbaar. Ja. Wat kost dat nou? Nou, hier zie je bijvoorbeeld al een servies wat meer dan een maandloon van een soldaat kost. Ja, dus een salaris, een maandsalaris ligt hier alleen al aan dat rode servies. Waarom is dat ook? Het komt uit Zuid-Frankrijk. Het is van ver geïmporteerd aardewerk. Helemaal hierheen vervoerd en gekocht en gebruikt. Dan zien we ook twee potten. Ja, een hele rare, geen mooie pot eigenlijk, hè. Het is gewoon een beetje zwart aardewerk zelfs. Hè. En veel blanke scherven. Een stukje van de Romeinse pot. En zelfs aan deze kant bij de olielampjes een paar munten. Een gekke hoeveelheid bij elkaar in één kuil. Welk beeld doemt een beetje op? Want die pot die wij daar zien, die bodem van die pot. En helemaal aan deze kant die scherf met een punt erop. Dat zijn onderdelen van amfora's. En amfora's, daar zat wijn in. Het zijn tafelamfora. Dus wijn. Ja? En die lelijke potten zat heel lekkere etenswaar. En dan dat mooie aardewerk. Hè? Dan nog eens een keer die 11 drinkbekers. En dan nog eens een keer die 7 olielampjes. 7 olielampjes was genoeg om een klein vertrek te verlichten gedurende 1 avond lang. Aha. Een verlicht vertrek. Wijn. Lekker eten. Hè? Een feestmaaltijd. Hier is een feestmaaltijd gehouden. En waarom noemen wij dit nou een barbecue-vitrine? Er is iets gebeurd. Want het is van het een op het andere moment in een afvalkuil gegooid.
Wie gooit er nou zoveel kostbaar aardewerk in een afvalkuil kapot? De barbecue, als wij een barbecue houden, dan de meeste mensen die kopen karton of soms nog plastic. Hè? Karton of plastic servies. En als je klaar bent met de barbecue, grote plastic zak, huppakee, gooi het weg. Ja? En hier hebben de Romeinen dus een feestmaaltijd gehouden en huppakee, alles weggegooid. Maar dat is een gek verhaal. Want wij gaan ook geen servies gebruiken wat meer dan een maandsalaris kost. En vervolgens, huppakee, we donderen het weg. Hè? En wat is er gebeurd? Ja? Wat is er gebeurd? Ik ga zo meteen nog even een paar voorbeelden van dat mooie, luxe aardewerk laten zien. Maar daarvoor, wat is hier gebeurd? Nou, wij denken, dit is midden in het Romeinse legerkamp gevonden. In het legerkamp mochten geen feestjes gehouden worden. Mocht eigenlijk ook niet veel gedronken worden. Ja, dat deed je maar in de kroeg van de Bataafse Romeinse stad. Waar ook prachtige dochters van herbergiers rondliepen. Hè? Bataven met blond haar en blauwe ogen. Daar waren de Romeinse soldaten, ik heb me verzot op in die tijd. Maar dit is een feestje midden in het Romeinse legerkamp. Nou, wij denken dat dit een illegaal feestje is geweest. Dat hier een feestje is geweest hè, wat niet mocht. De commandant was misschien weg hè, en kwam onverwachts midden in de nacht of 's avonds terug. En dan moesten de bewijzen van het feestje vernietigd worden. Dat is net zoiets als dat jouw ouders aankondigen, wij gaan een weekendje weg jongen, je bent nou 17 jaar, ja, nou mag jij, krijg jij hier de sleutel, ga jij op het huis passen. Je weet, geen gedonder, ja, wij komen zondagavond weer terug. Je ouders zijn nog niet weg, of je nodigt natuurlijk je hele vrienden- en vriendinnenclub uit thuis om een lekkere party te houden. Maar om een of andere reden, je moeder is waarschijnlijk weer iets vergeten, want die vergeet altijd wat, komt die vrijdagavond ineens terug. En dan moet je de bewijzen van je illegale feestje vernietigen. En dat is wat hier gebeurd is. Op de vitrine liggen 3 stukken terra sigillata. Dat is dat luxe aardewerk waar ik het daarnet over had. Dit is bordje. Het bordje is helemaal heel. Het is meegegeven in een graf. En het bijzondere is dat er een stempel in staat. Midden in het bordje. Met echte Latijnse letters. Er staat Donatus. En Donatus is de naam van de fabrikant die dit gemaakt heeft. De opgraving in Zuid-Frankrijk. Weten wij wanneer Donatus produceerde? Noem maar wat, van 80 tot 100 na Christus. Zo weet je waar A, waar het vandaan komt, en B, hoe oud het ongeveer is. Het geeft een prachtige tijdsdatering. En eigenlijk zie je dat wat wij in onze jasjes, onder onze kleren, aan onze broeken hebben, made in China, is niks nieuws. De Romeinen hadden dat al. Alleen geen China, geen Roma, maar de naam van de fabrikant stond erin. Zoals trouwens toen ik jong was, heel gewoon was, ook hier. Dan heb ik hier 2 scherven. Ik pak eerst even deze scherf, ik hou hem even op. Zodat jullie hem goed kunnen zien. Wat zie je? Het is een stuk, een fragment noemen wij dat, van een grote schaal. Aan de buitenkant waren die soms prachtig versierd. Er stonden hele verhalen op. Wat je bijvoorbeeld hebt, een jachttafereel, een oorlogstafereel, een feesttafereel. Het is eigenlijk voor onze wetenschappers, archeologen, onze historici een soort YouTube van de Romeinen. Hè? Er staat van alles op, ook gebruiksvoorwerpen bijvoorbeeld. Welke borden gebruikten ze, welke messen. Hè? Ja, en dit is een apart fragment waar wij niet precies van weten, ja, wat is hier aan de hand? We zien hier een leeuwenkop. Nog een keertje. We zien aan de rechterkant een leeuwenkop. En dan zien wij een soort van pilaren met gordijnen. En daar staat een bevallige, zo te zien, naakte vrouw. Dat kan een danseres zijn. En het kan ook een prostituee zijn. Het kan iemand van de bediening zijn die dacht van nou, het is warm, ik doe het kleren maar even uit. Maar het is een beetje gek die combinatie met die leeuwenkop. Wat het ook kan zijn, is dat het een christin is of iemand anders die geofferd wordt bij de Spelen. Hè, de wilde dieren verscheurden, zo'n gevangenen, misdadigers, maar ook mensen die, die de keizer niet welgevallig was. Die de Romeinse Rijk in gevaar brachten volgens de Romeinen. En die werden dan in de Spelen opgevoerd aan de dieren. Dat zou best kunnen, maar weet het niet allemaal zeker. Intrigerende scherf die veel vertelt over het verhaal. Dan heb ik nog een andere scherf. Die is zelfs door mijzelf gevonden. Dat kan in Nijmegen soms. Als je geluk hebt,
Ja? En dan is de opgraving voorbij is, en daar ligt nog ergens zand of zo. Dit is ook een tafereel wat niet met, zo direct met gladiatoren te maken heeft of met Colosseum. Maar als je goed kijkt, is dit een pornografisch, erotisch, seksueel tafereel eigenlijk. Hè? Iemand bukt en er staat iemand achter die iets van plan is om te gaan doen. De Romeinen vonden dat heel gewoon. Ja? Die waren niet preuts. Ja? Dit had gewoon met het leven te maken. En misschien is het ook wel een dans van de vruchtbaarheid. Nee, daar hadden ze ook feesten in, die natuurlijk de Germanen, de Bataven en andere volken ook kenden. Ja, tegenwoordig gaan we er soms wat anders mee om. En dit soort scherven laten wij ook in rondleidingen en workshops zien. Ja, en dit is het topstuk, een van de topstukken van het Valkhof Museum. Daar kan ik natuurlijk niet aan voorbij gaan. Het is onze naamgever, Marcus Ulpius Trajanus, keizer. Die keizer regeerde van 98 tot 117 na Christus. En in die tijd dat hij keizer was in Rome en het hele Romeinse Rijk, heeft Nijmegen stadsrechten gekregen. Marktrechten, stadsrechten. En dit is een grote bronzen kop van hem. Hij is aan de oever van de Waal gevonden, heel lang geleden, tussen Nijmegen en Xanten in. En het is heel groot standbeeld geweest van 2 à 3 meter hoog. En daar stond dan deze kop op. En je ziet ook wel een beetje dat hij onder, redelijk, dat hij niet afgebroken is, hè? Maar een mooie ronding heeft zo. En dat had natuurlijk mee te maken dat als er een nieuwe keizer kwam, dan moesten ze in het hele Romeinse Rijk weer van die 2,5-3 meter hoge Romeinse bronzen beelden maken. Brons was redelijk kostbaar. Dat deden ze niet hoor. Liet het beeld staan, schroefde als het ware de koppen eraf. En dan kwam er een kar met nieuwe koppen. Ik vertel het heel oneerbiedig, hè. En dan zetten ze die nieuwe kop erop. Nou, Trajanus was een hele goede keizer. Hij reisde ook veel, hij was ook veel in deze streken geweest. Hij was niet de mooiste keizer, zoals je wel aan deze kop een beetje kan zien, denk ik. Typisch voor de Romeinen. Hè. De Romeinen gingen niet iemand heel erg mooi maken als hij dat niet was. Trajanus was Trajanus. En Trajanus had onderkinnen en Trajanus had hier allemaal rimpels. En die kan je ook hier gewoon echt zien. En hij had ook wel een flap oor. Hè? En die ogen waren heel mooi ingelegd met glaspasta en mayo zo, en goud en zilver. Maar dat is natuurlijk verdwenen. En je ziet ook zijn mond, hè? En zijn neus, heel realistisch. Zijn mond is ook niet heel vriendelijk, maar ook niet heel streng. En zelfs hier heeft hij dan twee groeven, hè? Twee rimpels. Ja, prachtig. Nou gaan we naar de stad van Trajanus. Die is hier. De stad Ulpia Noviomagus, Batavodorum, Nijmegen, aan de Waal. Je ziet hier de Waal, je ziet de stad. De Waal is opgeschoven in de loop der eeuwen, een stukje naar het noorden. Dus een stuk van de stad is verdwenen in de Waal. En je ziet zo'n dambordpatroon, zoals New York bijvoorbeeld. First Street, Second Street. Nou, dat had je hier eigenlijk ook. Twee tempels hebben we gevonden. Een badhuis, pottenbakkers, werkplaatsen. We hebben van alles al gevonden daar. Een muur stond er omheen met grote poorten. Je moet je voorstellen dat zo'n poort tussen de 6 en 8 meter hoog kon zijn. Vaak ook was. En dan 1 à 2 meter dik. Helemaal van steen gebouwd. En dat was kostbaar, want bouwsteen is in Nederland, we hebben geen rotsen. Dus bouwsteen, waar haal je bouwsteen vandaan? Dat werd van ver aangevoerd uit mijnen, uit wat wij nou de Eifel in Duitsland noemen. En er werd veel klei, werd gebakken, baksteen. Ik heb hier een paar voorwerpen die uit die stad komen. Voorwerpen die te maken hebben met het leven van de gewone Romeinen die hier woonden, de inwoners van de stad, en ook met keizer Trajanus. Die is tenminste voor ons belangrijk geweest. Deze schaal ziet er heel gewoontjes uit. Het is ook schalen die we heel veel gevonden hebben in graven. Vaak lagen er in dit soort schalen restanten van een maaltijd. Stukjes vlees, want dan kunnen we dus aan de bordjes zien. Of een vis, kan je aan de gaatjes zien. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat in de bodem van die schaal, dat zijn allemaal steentjes verwerkt, kiezeltjes. En dat was eigenlijk expres gedaan, zodat de bodem heel ruw werd. En dit is dan ook een wrijfschaal.
een wrijfschaal. Hè, dat deed je bijvoorbeeld tarwe in. En dan wreef je dat zo met zo'n stamper fijn. Of kruiden. En dan was hier de opening. En dan kon je dat zo in de pan, op de bakplaat of in een potje doen om te bewaren. Dit potje. Dat is een prachtig potje wat het beschilderd is. En het gaat mij eigenlijk om de onderkant van het potje. Hier zaten kleine etenswaren in. Er kon een sausje in zitten. Er kon een pasta in zitten. Maar de onderkant, daar zie je gekke lichte vlekken in de donkere verf. En dat zijn niet zomaar vlekken. Die potjes die werden door de pottenbakkers op elkaar gestapeld. Zo. Hier zat het andere potje. We hebben het potje opgedaan. En zo in hele grote stapels werd dat in de pottenbakkersovens vastgelegd en dan gebakken. Deze pottenbakker die dit potje beetgepakt heeft om op andere potjes te zetten, heeft niet lang genoeg gewacht tot de verf, zal ik maar zeggen, de kleurstof, droog was. En dit zijn dan ook 1, 2, 3 vingerafdrukken van een pottenbakker uit Ulpia, Noviomagdos, wat daarvoor doorom, die dit potje op een ander potje heeft gezet, toen zo deed en verf aan zijn vinger had en iets van shit in het Latijn heeft gezegd, waarschijnlijk omdat zijn vingers vies waren. Een grafgift uit de 2e eeuw na Christus. In die tijd was dit aardewerk heel erg in de mode. Dan wil ik je graag dat je even samen met mij naar deze dingen hier kijkt. Het zijn kleine voorwerpen, maar je zal ze vast herkennen. Het zijn munten. De Romeinen zijn natuurlijk ook heel erg bekend door hun munten. Op die munten stond altijd het hoofd van de keizer. En aan de achterkant stond een voorstelling, een persoon, een god, een godin. Deze grote munt noem je sestertjes. Daarvan kon je ongeveer 4 broden kopen. Hij is van messing, bronsmessing en mooie grote munt. Je ziet hier een persoon op staan met een klein mensje ernaast. En daaronder staat alim ital. En dat betekent alimenta Italia. En hier wordt de keizer afgebeeld als iemand die steun geeft aan weeskinderen. De keizer, de regering, gaf steun aan mensen die het moeilijk hadden. En dan moeten we natuurlijk nu even denken aan onze eigen tijd, onze coronatijd, onze COVID-19 tijd, zoals we dat nu noemen, waarin ook allerlei mensen hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan de voedselbanken, waar meer dan ooit mensen behoefte aan hebben, een soort steun aan mensen die dat nodig hadden. Zo zorgde de keizer ervoor dat in het hele Romeinse Rijk hij allerlei eervolle bijnamen kreeg. Dat kunnen we ook zien aan deze as. Een as is de euro van onze tijd. Een enorm gebied kon je daarmee betalen, groter dan de eurogebied nou. En aan de ene kant van die as staat Victoria, de godin van de overwinning en de gerechtvaardigde vrede. Pax ook eigenlijk. Hè. En aan de andere kant staat de kop van Trianus. Het bijzondere van die munt is dat die precies in het jaar geslagen is dat Nijmegen stadsrechten, marktrechten heeft gekregen van keizer Trianus, zo tussen 102 en 104 na Christus. Ja, wat ik jullie natuurlijk niet kan onthouden, is het andere topstuk, zal ik maar zeggen, van het museum met Valkhof. Een ongelooflijk mooie, schitterende, prachtig uitgewerkte gezichtshelm, van de Romeinse ruiterij. Dat waren een soort commandotroepen, ook vaak bataven, in dienst van de Romeinen. Die konden goed paard rijden en waren hartstikke dapper. En moet je kijken, er zijn 5 bustes, zoals je dat noemt, hè? Bovenop. En die zijn ook een beetje goudkleurig. Nou, dat is ook goud. Dat zijn goudkorreltjes die ze opgelost hebben in kwik. En toen er met een penseeltje opgebracht hebben en heel erg verhit hebben. Vuur vergulden noem je dat. En een heel dun zilverblik zit erop. Nou, ik heb er eens een beetje studie van gemaakt. Maar dat is ongelooflijk moeilijk om dat erop te krijgen. En een scharnier, dat is ook wel grappig, dan konden ze dat ook zo open maken. En dit waren toen al heel kostbare stukken. Dat ijzer, wat erachter zit, is in 7 dunne lagen gesmeed. En dan is daar nog een stukje messing, heel dun, tussen 0,2 en 0,4 millimeter opgebracht. En daarna zilverblik. En daar hadden ze goede kwaliteit zilver voor nodig om dat erop te krijgen. Wat moet je je voorstellen?
dat je zo'n masker eerst alleen maar ijzer is. En dat je dus heel dun laagje, 0,2 tot 0,5 mm zilver over moet brengen. Wangkleppen zijn erbij gevonden, ringen, meloenkralen. Bij de Waal is het gevonden. In richting Nijmegen-West, daar waar de stad lag, een topstuk. Aan de achterkant kan je ook misschien kan je dat zien. Maar anders vertel ik het gewoon even. Aan de achterkant is een stuk van de helm eigenlijk zichtbaar. Hier zo waar mijn krulletjes zitten. Daar hebben ze ook in het ijzer haarpatronen nagemaakt. Zodat het net lijkt dat hij helemaal heel was. Alsof hij hier nog gewoon zijn haar had zitten. Ah, een topstuk jongens. Kom daar naar kijken. Hè? Wat ik nog vergeten ben te vertellen, en dat is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk goede vraag. Waar verdient nou zo'n masker? Is dat bijvoorbeeld voor de mooiheid, hè? Parade, alleen maar show? Is het bijvoorbeeld voor bescherming, protectie? Hè? Of is het bijvoorbeeld om mensen angst aan te jagen? Waarvoor is het? Nou, deze moet zeker wel van een aanvoerder geweest zijn van de ruiterij. Dus iemand die voorop reed. En die moest natuurlijk goed uitzien, mooi. Zeker. En dit soort helmen worden ook wel eens paradehelmen genoemd. Nou, het woord zegt het wel een beetje, dus bij optochten of erehagen. Of als een generaal langskwam of een keizer langskwam, een belangrijk iemand. Hè? Dan deze zeker die helmen op. Die functie had het ook. Maar ook protectie. Door onderzoek, wat we uitgebreid gedaan hebben een aantal jaar geleden, waar ook een heel mooi boekje over verschenen is, blijkt dat dit soort helmen in die tijd al zeer zorgvuldig zijn gemaakt. Ook veel geld. Dat heeft veel geld gekost. Er is lang aan gewerkt. Het ijzer wat erachter zit, is 7 dunne lagen ijzer. En dat is zo op elkaar gesmeed en vastgeklonken aan elkaar, dat het daardoor heel erg hard geworden is. Dan is er nog een messinglaagje over, heel dun, 0,2 tot 0,5 mm, en een zilverblik laagje. Dat is natuurlijk, laatste, allemaal voor de mooierigheid. Maar ze zijn heel stevig. We hebben er proeven mee gedaan met bijvoorbeeld kruisboogpijlen, zo dit soort dingen, die lieten we met grote snelheid erop knallen. Dan was er nauwelijks een krasje te zien. We hebben zelfs kogels uit een modern geweer erop losgelaten. En daarbij de wat zwaardere kalibers, die gingen er in één keer doorheen. Dus 2000 jaar geleden waren ze in staat om een helm te maken die zeker voor protectie, bescherming diende. Maar ook voor show, ook voor paradehelm. En de laatste functie is nooit omschreven uit die tijd. Maar wij denken ook om angst aan te jagen. Want als je 30 of 40 van die ruiters in hoog tempo, in hoge vaart, in galop op jou af zag komen, met lange lansen, de zon scheen op hun helmen, weerkaatste, ze waren ondoorgrondelijk, die helmen. Ze waren cool, geen angst lieten ze zien, geen twijfel, geen pijn, geen zweet, geen bleke koppen of rode koppen of wat dan ook. En dat moet voor de mensen, de tegenstanders, een grote indruk gemaakt hebben. Je moet het een beetje vergelijken in onze tijd met bijvoorbeeld de robot. De robot vinden mensen op zich eng, want die beweegt niet, die heeft geen mimiek in zijn gezicht. En dat vinden we dan een beetje onmenselijk. Dus dat zal ook wel zeker mee geteld hebben. Ja, wat we hier hebben is echt geweldig. Dit is, wij noemen dat wel de archeologische topfonds van de 21ste eeuw. Ze heet ook wel de Lode Lady. Ze wordt ook wel genoemd de prinses van Nijmegen. En hier ligt ze in vol ornaat, zoals we altijd zeggen. Haar hele skelet is bewaard gebleven. Dat is bijzonder. Bot, organisch materiaal en hout, dat vergaat snel in de grond. En zeker in de Nederlandse grond. Ja, die is verzuurd en veel zand, dan vergaat dat snel. En hoe komt het nou, veel mensen gevraagd, dat dat hier niet zo is? Deze dame is helemaal heel. Ook haar schedel, zelfs haar gebit, haar handbeentjes, haar schouders, ruggenwervels, haar bekken. Ja. En dat komt door de kist waarin ze begraven is. Dit is geen sarcofaag, lijkkist. Dit is niet van steen, zoals vaak is. Van hout, dat verhaalt meestal. Maar deze is van lood. Een zeldzaam materiaal in die tijd, dat werd vooral uit loodmijnen gehaald, en die hebben we in Nederland niet. Dat werd van ver weg gehaald uit Engeland. En loden sarcofagen zijn ook eigenlijk niet zo heel veel gevonden.
bij mijn weten 4 of 5 tot nu toe. En deze is de eerste in Nederland. En dat was duur. Lastig materiaal, het heeft een lage smeltwaarde, dus het kan ook snel weer vervormen. Dat betekent rijkdom. Maar niet alleen dat, al wat ze mee heeft gekregen, ik heb het al eerder verteld. Ze gaat van de doden van alles mee. Je moet een hele rijke vrouw geweest zijn. Daarom noemen we haar de prinses van Nijmegen. 4e eeuw na Christus. En alle Nijmegenaren, je moet eigenlijk weten waar ze gevonden is. Midden in de Burgstraat. Voor CNA. Ga maar kijken. Dan zie je door een kunstenaar vormgegeven. Grafsteen, grafzerk. Midden op de straat. De bussen rijden eroverheen. De mensen rijden eroverheen. De mensen lopen eroverheen. En ik ben wel eens een tijdje gaan kijken. En soms staat er iemand stil. En die denkt, wat is dit voor een vreemde grafsteen hier. Daar lag zij. Onverwachte vondst ook. Even terug naar de sarcofaag. Er lag ook een houten kist omheen. En overal op de kist lagen hele grote tegelaars om het af te dekken. En dat kun je ook wel een beetje zien. Want hier is deze, is de enige die bewaard is gebleven, is de kist ook wel een beetje ingedrukt eigenlijk. Nu, we gaan eens even kijken naar de bijgiftes. Ja? Dus wat hebben ze meegegeven? Aan deze kant hier staan 4 parfumflesjes dicht bij elkaar. En eentje ligt er op de grond. Die 4 parfumflesjes zaten in een kistje. Wij noemen dat de beauty case van de Romeinse rijke dames. Dat was een houten kistje met een bronzen slot met een sleuteltje erop. Alleen 1 sleuteltje. Jij kon alleen maar in dat kistje komen. Het geluk is voor ons dan dat nog een klein stukje van het slot en het sleuteltje bewaard is gebleven. Tussen de 4 flesjes en het flesje wat ligt, is dat te zien. Nou heb ik hier is ook zo'n sleuteltje. Wij noemen dat een ringsleuteltje. Waarom? Je kunt het meedragen. Beauty case, veel geld of belangrijke documenten die in een soort reiskoffertje zaten. Hè? Die werden afgesloten, altijd zodat niemand erbij kon. En dan nam jij het sleuteltje mee. Zakken in broeken en zo en allerlei zakken die wij nu in colberts hebben. Die hadden ze nog niet zoveel in die tijd. Tunica's, toga's, jurken. Dus het was heel handig om dat om je vinger te doen. Een ringsleutel. En dit is ook echt een ringsleutel. Ietsje eerder dan deze prinses van Nijmegen, de 2e eeuw na Christus. Die ook voor zo'n kistje is gebruikt. Daarnaast zie je nog een klein flesje en aan benen van bot. Haarnaalden en andere gewone naalden. En een zelfs een scalpel namaak is dat eigenlijk, van bot meegeven. En een klein rond, nu zou je zeggen misschien glas, omdat het zo weer spiegelt. Maar het woord zegt het al, het is een spiegeltje. Er lag ook een spiegeltje in die beauty case. Wat heeft er nog meer in gelegen? Wij weten dat er nog veel meer in gelegen heeft. Deze dame moet zeer rijk aangekleed geweest zijn. Er is in de aarde die hier rondom haar lag, zijn hele dunne draadjes gouddraad gevonden. En dat is niet om voor een armband of iets dergelijks, maar dat is dat is een onderdeeltje van een hele mooie mantel. Ze moet bedekt geweest zijn, aangekleed zijn in een lijkwade waarin gouddraad vergeven was. Waarschijnlijk zal er allemaal goud in meegegeven zijn, maar dat is door grafrovers uit die tijd al meegenomen. Ja, die schedel. Daar vragen vaak leerlingen ons om, oeh, dat ziet er eng uit meneer, wat is er aan de hand? Maar dat is natuurlijk iets. Als iemand overlijdt, ook in onze tijd, de kaakspieren zijn de sterkste spieren in het menselijk lichaam. En die ontspannen. En dan zakt, heel onelegant, maar jouw mond zakt open dan. En dan lig je zo in de lijkkist. Ook tegenwoordig is er een onzichtbaar draadje om dat bij elkaar te houden. Dat is natuurlijk vergaan in haar gebit. Is opengezakt. Ik heb nog één ander. Daar sluit ik mee af. Nog één dingetje. Dat heeft nog met bot te maken. En met gebit. En die schedel. Ik heb hier een andere schedel.
Er zit nog één tand in. En er zit een gaatje, midden boven in de schedel. Dit gebruiken we vaak in workshops, deze schedel. Dan laten we ze raden, wat is ermee gebeurd? En dan moet je echt waarnemen, hè, op grond van wetenschap. En niet bijvoorbeeld aliens hebben hier de hersens uitgezogen of iets dergelijks. Ja, ik zal het maar verklappen. Ik zal maar verklappen wat er gebeurd is. Het is een prikgat van een archeoloog. De archeologen hebben instrumenten om te kijken wat er in de grond zit en of er iets in de grond zit. Ja, opgave is duur. En deze schedel. En, hè, kijk, hier heb ik nog even dat ringsleuteltje. Het zijn allemaal originele voorwerpen. En die originele voorwerpen gebruiken wij hier in het museum bij workshops. Die liggen overal. Kan niet iedereen natuurlijk maar aanraken, maar kun je aanvragen. Ja? En dus ik zou zeggen, kom gauw. Kom vooral snel weer naar het museum als het weer open is. Wij vinden het ontzettend leuk dat jullie komen. We zijn enthousiast voor de oudheid en het verhaal van Nijmegen.